Goedendag, welkom. Mijn naam is Tony van de Werken. En in dit korte filmpje ga ik jullie wat uitleg geven en instructie over de nieuwe woning in het project Hoogdalem in Gorinchem die jullie binnenkort hopen te gaan betrekken. Ik heb hier als voorbeeld één van de woningen genomen. De woning die jullie huren kan op kleine punten wat afwijken, maar installatie en dergelijke zijn allemaal gelijk. We treden hier de voordeur. Naast de voordeur zien we de bel. Schrik niet als je afgaat, het is een stevig belletje. We hebben ook in iedere woning een lamp aan de voorzijde bevestigd. En de schakelaar daarvoor zit rechts. Rechter schakelaar kan je het lampje buitenlamp aan en uit zetten. De cilinder is voorzien van een anti-inbraakbeveiliging, kerntrekbeveiliging. Waarmee het dus minder makkelijk is geworden om het slot uit te boren. Per woning ontvangen jullie een zestal sleutels en deze sleutel is gelijk voor de voordeur, de achterdeur, de berging en de tuindeur. We betreden de woning en dan hebben we aan de linkerzijde hier in dit geval de meterkast. Met erin de meter voor de elektriciteit. Dit is een dubbeltariefmeter en die meet ook uit wat de zonnepanelen teruglezen. Het is zaak dat je zelf een contract aangaat bij een energieleverancier naar keuze. En we kunnen dus hier zien wat is er geleverd. We zullen even de meter doordrukken. Geleverd laag, geleverd hoog. En ook wat er teruggeleverd is door de zonnepanelen is hier uit te lezen. We hebben hier ook een watermeter. Ook hiervoor even geld aanmelden bij het waterbedrijf. Dus in totaal 2 contracten. Eentje voor de energie en eentje voor het waterbedrijf. In de woning bevindt zich een glasvezelaansluiting. En een kabelaansluiting waarmee je de keuze hebt om zowel een glasvezelabonnement als een kabelabonnement aan te gaan. We treffen hier ook de verschillende aansluitingen, dus als u een tv-kabelabonnement af wil sluiten en u wilt tv in de verschillende kamers, zitten hier de aansluitingen voor. En daarnaast zijn de woonkamer en een tweetal kamers boven voorzien van internetaansluiting, waarmee u dus ook makkelijk bedraad internetaansluiting of tv-aansluiting naar de andere kamer kan brengen. Maak daar dus ook zeker gebruik van. Graag de stekkers eraan laten zitten. Hier staat waar de stekker naartoe loopt en die kan dan worden gebruikt daarvoor. De groepenkast verder, stopcontact voor eventueel modem aan te sluiten en we hebben hier een map met wat algemene informatie over de woning. Een deel van die informatie zult u ook per mail ontvangen van ons. In de woning treft u een aantal rookmelders aan. Daar kan nog een beschermingskapje op zitten. Dit kapje is ervoor om de rookmelder te beschermen tegen het bouwstof dat vrijkomt. Het advies is als u klaar bent met de woning in te richten, dat kapje te verwijderen. Om zo de rookmelder zijn werk te laten doen. En af en toe kunt u met de stofzuiger even rondom de rookmelder eventueel aanwezig stof afzuigen. We hebben hier het toilet. Een hangend toilet met fonteintje, toiletrolhouder, ook wel een lampje hangt er en de afzuiging voor de centrale mechanische ventilatie. Ten aanzien van die ventielen is het van belang dat u deze minimaal 2 keer per jaar schoonmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met stofzuiger en een doekje en ze zijn ook te verwijderen om het ventiel goed grondig te reinigen. Voor instructies erover kijk even op internet, er zijn talloze filmpjes te vinden waarin dat netjes wordt uitgelegd. We betreden de woonkamer. En in de woonkamer hebben we een grote kast staan waar de installatie van de warmtepomp in staat. Het is een geavanceerd systeem met hierin de warmtepomp en de boiler. Dus er zit een watervat in van circa 180 liter. Voor de watervoorziening in de woning, warme tapwater, maar ook het douchewater. En een uitgebreide installatie
met hier vandaan het leidingwerk wat in de tuin door de bodem richting bodem gaat. Nou, de vraag is, dringende verzoek ook om aan deze installatie zelf niets te wijzigen. He, dus geen instellingen wijzen op het apparaat. Als het groene lampje brandt, is dat een teken dat hij in goede werking is. En rood is storing. En mocht er een storing zijn, dan meldt u dit online aan via Mijn Versteden. En zullen wij daar de nodige actie op ondernemen. Ga dus niet zelf aan de instellingen van het apparaat zitten. In deze kast is ook nog wat ruimte om wat spullen op te bergen. Denk aan een stofzuiger of andere zaken die u hier nog kwijt kunt. De kast is ook extra geïsoleerd, dus dat de geluidsproductie van de warmtepomp nagenoeg niet de woonkamer inkomt. Als we dan even naar het bedieningsschermpje gaan van de verwarming, dan zien we hier de thermostaat. In de mail met de contractstukken heeft u uitgebreide informatie gehad hoe deze te bedienen is. In het kort gezegd komt het erop neer dat u eigenlijk alleen de instelling hoeft te wijzigen voor wat betreft de temperatuur. Dat kan door 3 keer op de OK-knop te klikken. Dan verschijnt hier de huidige ingestelde temperatuur, die staat op 20 graden. En dan kan ik die verlagen, gevestigd door OK, terug. En dan kom ik weer in het hoofdscherm. We zien hier de temperatuur van het warm tapwater. We zien de huidige temperatuur die hier binnen wordt uitgelezen. En we zien de temperatuur buiten, er zit ook een temperatuurvoeler in. Ook hiervoor de vraag, wijzig verder geen instellingen. Het enige wat u hier hoeft te doen is temperatuurinstelling wijzigen. En houd er rekening mee dat bij dit systeem met vloerverwarming en warmtepomp de temperatuurstijging en daling veel geleidelijker gaat dan bij een cv-installatie. Dus het beste is de temperatuur op een redelijk stabiele waarde te laten. En wel als u zegt, nou, 's avonds bijvoorbeeld wat lager te zetten naar een graad of 16, 17, 18, al nagelang wat wenselijk is. Naast het bedieningspaneel voor de verwarming treffen we hier het bedieningspaneel aan voor de mechanische ventilatie. Nou, heel makkelijk, de autostand is het meest voorkomend. Hierin wordt de mechanische ventilatie automatisch geregeld aan al nagelang de CO2-detectie. Is het nou zo dat u bijvoorbeeld gaat koken of gebruik maken van de badkamer, zet hem dan wat hoger. Dat kan door hier naar max te gaan. Staat hij op maximale waarde, dan zult u hem ook wat meer gaan horen, de afzuiging. Nou, gaat u langere tijd van huis, dan kunt u hem op het eerste icoontje zetten. Dat is een hele lage waarde. En bent u met veel mensen in huis, kunt u hem op deze stand zetten. Over het algemeen dus is de automaatstand voldoende. En we hebben hier dan ook een drietal ledjes. Groen is prima, oranje en rood kunnen ze branden. Dat zou betekenen als die gaan branden dat de hoeveelheid gemeten CO2 bepaalde waarden overschrijdt. En dan is het zaak dat u wat extra ventileert, bijvoorbeeld gewoon even een raam of een deur openzetten. Als we nog heel even doorgaan op de ventilatie, treffen we in de ramen de ventilatieroosters aan. Belangrijk is eigenlijk dat deze in principe altijd open staan, omdat die nodig zijn voor een goede ventilatie in de woning. En alleen in specifieke gevallen, als zeg ik wil het echt nog iets stiller in hebben in huis, of er komt te veel koude lucht door naar binnen, zet ze dan dicht. Maar algemeen advies, hou ze gewoon open. Dat is echt belangrijk voor de ventilatie in deze verder goed geïsoleerde woning. We zijn hier bij de achterdeur van de woning. Het van het slot halen kan op de reguliere wijze. En voor het op het slot doen van deze deur even de hendel omhoog houden. En dan kan de deur op slot worden gedaan. Gaan we naar buiten. Dan zien we dat de eerste terrastegels al door Versteden zijn aangebracht. Evenals een paadje naar de achtertuindeur en de berging. De overige tuininrichting mag door u zelf naar eigen wens worden gedaan. Waarbij wel de opmerking is, er zit hier een geavanceerd leidingnetwerk in de bodem voor de warmtepomp. Ga dus niet dieper dan 80 centimeter hier de bodem in.
ten aanzien van beplanting en dergelijke. En zaken als een vijver is ook niet toegestaan. Hou daar even rekening mee. Wij gaan weer terug naar binnen. En we gaan de keuken. Ga ik weer een aantal zaken over de keuken uitleggen. Als we even kijken, hebben we hier het kozijn. Ook hier weer die ventilatierooster, waarbij de opmerking dus blijft. Hou ze openstaan zoveel mogelijk. En reinig ze ook af en toe. Het makkelijkste is even met een borsteltje op de stofzuiger. Gewoon even stofzuigen, zodat die openingen goed vrij blijven. Op ieder raam in deze woning die open kan, zit een sleuteltje waarmee je hem extra kunt vergrendelen. Dus u krijgt bij aanvang van de huur dus ook voor ieder raam een sleuteltje. U kunt deze aan eigen wens erop laten staan of verwijderen en apart houden wat u wil. Bij verlaten van de woning zullen wij u vragen om deze ook weer allemaal aan ons terug te leveren. Ander belangrijk punt bij het openen en sluiten van deze ramen is de draaikiepstand. Zeker bij gebruik van de kiepstand, gebruik altijd even twee handen, dus links om in dit geval om de hendel te bedienen en rechts even om het raam goed tegen te houden voor openen en sluiten. Daarmee voorkomt u schade aan de scharnier. Dus altijd even met twee handen de kiepstand en de draaistand openen en sluiten bij deze raam. Het zijn kunststof kozijnen, kunststof ramen ook wel betekent dat er niet in geboorte mag worden. Als u raambekleding wil bevestigen, kan dat in de dag, eventueel hier bovenaan of hier zo in. Of u kunt het op de dag bevestigen op de gevel, wat misschien nog wel makkelijker is. Daarnaast wil ik u wijzen op een veelgebruikt zogenaamd Easy Click systeem. Kunt u op internet op terugvinden, er zijn meerdere aanbieders daarvan. Waarmee je op een hele leuke en gebruiksvriendelijke manier raambekleding op kunststof kozijnen kunt aanbrengen. Zonder dat u hoeft te boren of te schroeven. Dus een heel fijn alternatief voor deze ramen. U hoeft dan dus ook niet in de gevel te schroeven. Dus dat is even een tip die ik u mee wil geven. Alles wat u verder schroeft en bevestigt in de woning moet bij verlaten van de woning in zorgvuldige staat en originele staat weer kunnen worden teruggebracht. Dus houd er even rekening mee. We hebben hier de keuken. Compleet keukenblok, voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur. Een koelkast met een apart vriesgedeelte. Nou, hiervoor geldt in zijn algemeenheid, houd ook zo'n koelkast schoon. Doe af en toe de koelkast leegruimen en ontdooien en reinigen. En dat geldt uiteraard ook voor de vriezer. En even bijzondere aandacht voor dit soort randjes om dat goed schoon te houden. We hebben hier een combi-magnetron oven. Dus magnetron en ovenfunctie. De handleiding is aanwezig. Lees deze even goed door. Dus het is een apparaat met geavanceerde functionaliteit. Het is altijd handig om ter voorbereiding dat even goed door te nemen. Houd er rekening mee dat bij de magnetronstand, dat zal het display dan ook aangeven, deze ovenschaal niet altijd erin mag blijven. Dus haal hem er dan ook uit. En de tip die ik u mee wil geven bij het gebruik van bakpapier of bij het gebruik van de oven om bakpapier te gebruiken ter bescherming van de oven. De oven graag in goede conditie houden en goed vetvrij houden zodat u, als u de woning ooit verlaat hem ook weer in goede staat aan ons kan terugleveren. U treft hier diverse handleidingen aan van de apparatuur. Zeer verstandig om deze goed en zorgvuldig door te nemen zodat u weet hoe de apparatuur werkt. En deze netjes bij elkaar te bewaren, inclusief eventuele gereedschappen, afdekplaatjes die hier liggen. Houd dat even netjes bij elkaar, dat u dat altijd weer kan overdragen aan ons. We hebben hier een Siemens inductiekookplaat. Daarvoor geldt dat u inductiegeschikte pannen nodig hebt. Het keukenkastje, het gootsteenkastje, is voorzien van extra bescherming. Dus dat is ideaal voor uw schoonmaakmiddelen. En het is natuurlijk altijd raadzaam om naast deze dus een bescherming die erop zit, ervoor te dragen dat dit ook netjes schoon blijft en eventueel extra bescherming aan te brengen. Dan hebben we hier de Siemens vaatwasser. Ook hiervoor geldt even de handleiding lezen van tevoren, zodat u de programma's goed leert kennen. En ook weet hoe u eventueel wat energiezuinige programma's kunt gebruiken. Dat scheelt weer in uw energieverbruik. Hier wil ik nog een aantal zaken over vertellen. Af en toe even het glansspoelmiddel bijvullen.
af en toe het vaatwaszout bijvullen. En onderin zit de afvoer met een filter en dit filter dient u regelmatig te reinigen. U huurt bij Vesteda in dit geval de keuken met apparatuur. Dus Vesteda is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventueel vervanging. U bent zelf wel verantwoordelijk dat u de apparatuur zorgvuldig bijhoudt. Dus als apparatuur vervangen moet worden door nalatigheid, kan dat wel in rekening worden gebracht. Dus houd uw apparatuur netjes en zorgvuldig bij. Volg de onderhoudstips die in de boekjes beschreven staan. En ten aanzien van hier die hoekjes wil ik u erop wijzen deze goed schoon en droog te houden. Met name droog houden om schade aan de kassen te voorkomen. Dus even extra aandacht daarvoor. Nou, kijken we hierboven, zien we hier ook twee afzuigventielen weer voor de mechanische ventilatie. En we hebben hier een afzuigkap, een zogenaamde recirculatiekap. Als u deze opent, dan gaat hij automatisch aan. En daarnaast zit hier de schakelaar, stand 2 en 3, om hem nog wat hoger te laten draaien. Links schakelaar voor het lampje. Nou, wat houdt dat nou in? Die recirculatiekap. Er zit hierin een koolstoffilter. Dat koolstoffilter vangt bepaalde kookluchten op. En daarna wordt de lucht weer de woning ingeblazen. En voor een deel ook weer afgezogen door de ventilatiekanalen. Deze twee filters kunt u er zelf makkelijk uitklikken en reinigen. Die kunnen ook in de vaatwasser. En achter dit filter zit een koolstoffilter en dat dient u een aantal keer per jaar te verwisselen. Ik adviseer eigenlijk altijd minimaal 2 keer per jaar. Daarmee zorgt u ervoor dat de kookluchten echt goed worden opgevangen en niet de woning weer terug ingaan. Dus vervang zeker 2 keer per jaar dat recirculatiefilter. Nou, dit was mijn ronde door de woning voor wat betreft de begane grond. En dan zie ik u zo verder op de eerste verdieping. We zijn aangekomen op de eerste verdieping. Hier treffen we 3 ruime slaapkamers aan. Alle wanden hier zijn afgewerkt met glasvliesbehang. Die zijn al direct klaar voor gebruik, dus hoef je er in principe niets meer aan te doen. Als u het wil, mag u het een ander kleurtje geven. Let er wel op dat als u de woning verlaat, en het is een niet neutrale kleur, dat wij u zullen vragen om de woning weer terug in dekkend wit op te leveren. En als u gaat schilderen, verwijder dan altijd even de afdekplaatjes van de wandcontactdozen, zodat deze niet worden meegeschilderd. Ook hier weer de ventilatieroosters, slotje op het raam. En dan hebben we hier per kamer nog een aparte regeling voor de vloerverwarming. Op stand 5 betekent die dat hij gewoon dezelfde temperatuur aanhoudt als de ingestelde temperatuur beneden. Nou, stel die beneden is op 20 graden is, zal hij het ook boven proberen op die temperatuur te houden. Wat u hier kunt doen, u kunt heel licht beïnvloeden de temperatuur. U kunt het wat lager zetten. Dus als je zegt ik wil graag beneden die 20 graden houden, maar mijn slaapkamer is wat koeler, dan kunt u hier de temperatuur mee regelen dat hij iets lager gaat. En u hoort het al, ik zeg iets lager, het is een kleine beïnvloeding die gedaan kan worden om de temperatuur dus in de slaapkamers iets lager te krijgen dan de temperatuur beneden. Die aparte regeling hebben we dus op iedere kamer, behalve boven. Dus hier de volgende slaapkamer zit hier ook. Standaard zeg je dus van nou, ik vind het prima dat overal in huis dezelfde temperatuur is. Dan kunt u hem gewoon op stand 5 laten staan. Wat ik nog even wil vermelden over het glas. Het is HR++ glas wat in uw woning zit. Dat is hoogisolerend glas. Ik zie vaak dat mensen raamfolie aanbrengen op glas. Bij HR++ glas is dat niet toegestaan. Omdat ermee een thermische breuk kan ontstaan in het glas. Dus nergens in de woning op de buitenramen folie aanbrengen. Ik heb u verteld zojuist even over de aansluitingen voor het netwerk. We zien hier dus bijvoorbeeld in deze kamer zowel tv-aansluiting
als ook die netwerkkabel. Dus je kunt gewoon een bedraden internetverbinding naar boven krijgen. En slaapkamer 3. Hetzelfde verhaal ook weer hier met de temperatuurregeling voor de kamer. Details over wat ik u verteld kunt u vinden in de woningdocumentatie die u per mail van ons hebt ontvangen. En ook voor een deel zit de informatie in de map die u aantreft in de meterkast van de woning. Wij gaan door verder naar de badkamer. De badkamer met douche, hangentoilet en wastafel. Wat hier even overvalt te zeggen is dat hier een extra bediening zit voor de mechanische ventilatie. Als u nou de badkamer gebruikt, kunt u deze gedurende 10 minuten, 30 minuten of 60 minuten op een hoge stand zetten. We gaan hem dan ook horen dat hij wat harder gaat draaien. En daarmee kunt u dus het vocht, zeg maar, en de vochtige lucht die vrijkomt bij gebruik van de badkamer kan worden afgevoerd door de mechanische ventilatie. Maak hier zeker gebruik van om ook het is behoud van de badkamer en ook om schimmelvorming te voorkomen. Na 10 minuten in dit geval gaat hij vanzelf uit of ik druk hem hier zelfstandig uit en gaat hij uiteraard. Hier zit nog een aparte elektrische handdoeken radiator. De badkamer heeft vloerverwarming, maar als u nou een snelle opwarming wil, dus u zegt nou ik wil toch 's ochtends snel behagelijk warm hebben, dan kunt u deze erbij aanzetten. Instructie voor vindt u ook in de mail met de details. En u kunt deze uiteraard ook gebruiken als handdoekenradiator. Een raam in de badkamer is altijd fijn voor de ventilatie, maak er ook zeker gebruik van en het luchten. Hier hebben we de douchehoek. Nou even extra aandacht hier voor deze delen van het scherm. Die hebben de neiging wel eens vergeten te worden bij het schoonmaken. Houd dit zorgvuldig schoon. Houd ook het douchescherm goed schoon. Een tip erin is het gebruik van autowas. Dat helpt om minder snel de kalkaanslag op het scherm te krijgen. Dat zou je nog kunnen gebruiken. Dus houd dit zorgvuldig schoon. Het doucheputje is verwijderbaar. Af en toe even oplichten en schoonmaken om verstopping te voorkomen. Thermostaatkraan. Nou, verder spreekt het eigenlijk wel voor zich. Er is hier nog voldoende ruimte om ook een kastje neer te zetten. Het is niet toegestaan om te boren in de badkamer. En zeker niet in het tegelwerk. Mocht u zeggen, ik moet echt per se iets ophangen, om wat voor reden ook. Doe het dan in de voeg. Uitsluitend in de voeg. En met professionele apparatuur en pluggen. En zodat u het na afloop ook weer terug in originele staat kunt terugbrengen. Maar het algemeen, niet boren in heel de badkamer niet. En tenzij het echt niet anders kan dan echt per se moet, dan alleen in het voegwerk van de tegels. Dat was even weer wat betreft de badkamer en ik zie u zo boven op de tweede verdieping. We zijn op de tweede verdieping aangekomen. De zolderverdieping met een dakraam. En in het dakraam ook weer een ventilatierooster aanwezig. De knieschotten zijn aan beide kanten op één plek nog open. Dat is enerzijds ook om de eventuele vocht van de bouw nog goed te kunnen ventileren. En anderzijds zitten we hier dus dat er nog bergruimte achter zit. Die kunt u ook gerust gebruiken. De schroeven om hem dicht te maken zitten er ook bij. En het paneel om hem dicht te maken. Dus die kunt u naar eigen wens verder open laten of dichtzetten. Ook deze verdieping zijn de wanden gewoon afgewerkt. Dan hebben we hier aan deze zijde de opstelplaats voor wasmachine en droger met de aanafvoer. De mechanische ventilatie, hier heb je verder geen omkijken naar, alleen af en toe even dat ventilatieventiel schoonmaken. De omvormen voor de zonnepanelen. En de installatie van de vloerverwarming. Nou, ook hier geldt verder geen omkijken naar. U kunt hier nog wat zaken afmeten. En ook de staatslampje groen betekent dat hij functioneert, dat hij in orde is. Snel rood brandt, dat betekent dat er storing is. Kunt u altijd even een melding doen via Mijn Versteden online. Nou, dat betekent dat we langzamerhand aan het einde van deze opleveringsfilmpje van de woning zijn. Even een aantal
algemene zaken nog iets wat ik u nog wil vertellen over de trap. Deze is één keer gegrond. Die kunt u verder naar eigen wens of volledig aflakken. Of bijvoorbeeld van die halve traptreden of iets ergers op. Dus je kunt u nog naar eigen wens bekleden. Vloerbedekking zou ik terughoudend mee zijn, want als u de woning verlaat, moet u ook de lijmresten dan vervolgens verwijderen. En dat is best een hele klus. Dus denk even goed na wat u met die trappen doet. Aflakken met goede lak, dat is ook een hele goede optie. Tenslotte, eventuele zaken die u aantreft in en rondom de woning na oplevering kunt u melden via Mijn Versteden. Dat geldt ook in zijn algemeenheid voor storingen die er zijn. Alles zoveel mogelijk online via Mijn Versteden doen. Tenslotte staan wij natuurlijk ook nog voor u beschikbaar om uw vragen te beantwoorden rondom uw nieuw opgeleverde woning. En wensen wij u heel veel woonplezier in dit prachtige project Hoogdalen in Gorinchem. Dank u wel.